Oké, we gaan oefening 81 gezamenlijk verbeteren in deze film. Je hebt drie verschillende bewerkingen gezien met kommatalen. We hebben leren vermenigvuldigen, macht uitleggen en delingen uitwerken. Het is niet de bedoeling dat je hier naar de getalwaarde zelf gaat kijken. Je moet voornamelijk kijken naar het aantal cijfers na een komma. Want op basis daarvan kan je de oefening juist maken. Als je de drie filmpjes over vermenigvuldigen van kommatalen, delen van kommatalen en macht van kommatalen nog niet gezien hebt, kijk die eerst voor je aan deze oefening start. Ik ga ervan uit dat je dit al gezien hebt, ik ga er ook naar verwijzen. Eerste oefening. We hebben een kommagetal maal een kommagetal. Wanneer we kommagetallen gaan vermenigvuldigen, dan gaan we het aantal decimalen, oftewel cijfers van een komma, gaan bepalen door het aantal decimalen in de opgave te tellen. In deze opgave heb ik twee cijfers na de komma. Er staan twee cijfers die achter de komma staan. In heel mijn opgave samen. Dan ga ik in mijn uitkomst ook twee cijfers na de komma vinden. Ik herhaal nog eens, je telt gewoon het aantal cijfers na de komma in je opgave en je hebt er evenveel in je uitkomst. Volgende oefening, net hetzelfde. Let wel, ze hebben hier wel een klein beetje geprobeerd om je te vangen. En wat bedoel ik daarmee? Als je het filmpje gaat kijken over kommagetallen vermenigvuldigen, dan zie je dat stap 1 altijd is vermenigvuldigen alsof er geen komma staat. 4 x 5 is 20. Vervolgens ga je het aantal decimalen tellen. 1, 2, 3. Dus dan zouden we moeten schrijven 0,020. Let wel op, want wat doen ze hier? Die laatste 0 moet je niet schrijven. Dus die hebben ze ook niet geschreven in de antwoorden. Waardoor het lijkt dat je maar 2 decimalen hebt. Maar eigenlijk staat die 0 er wel. En is dus dit onze juiste uitkomst. Laat je dus niet vangen door 3 decimalen en dan dit antwoord aan te duiden. Want je gaat wel degelijk 4 x 5 doen, wat 20 is, wat maakt dat daar een decimaal extra staat als je gaat uitrekenen. Dan gaan we naar de machten. Bij de machten hebben we gezien, de rekenregel is, je gaat het aantal decimalen, in deze opgave 2, vermenigvuldigen met je exponent. Exponent, dat kleine getaltje bovenaan dat de macht aangeeft, dat weet je nu nog wel. Dus in dit geval, 2 maal 4 is 8. We moeten dus op zoek naar een uitkomst met 8 decimaal, oftewel 8 cijfers na de komma. En dat is in dit geval dit antwoord. 1,6 tot de tweede macht, zelfde rekenregel. 1 decimaal maal 2 is 2. Dus we moeten op zoek naar het getal met 2 cijfers na de komma, 2,56. En dan gaan we naar de laatste twee opgaven, dat zijn delingen. Bij de delingen hebben we gezien dat je altijd een tussenstapje maakt. In dat tussenstapje ga je ervoor zorgen dat er in je deler, het getalletje na het gedeeld doorteken, geen komma meer staat. Hoe doen we dat? Door zowel deeltal als deler maal 10 te doen, of alle 2 maal 100 te doen, of alle 2 maal 1000, afhankelijk van hoe klein dat die deler juist is. In dit geval hebben we 1 cijfer na de komma. Dus we gaan deeltal en deler maal 10 doen. We krijgen 480 gedeeld door 4. En als je 480 gaat delen door 4, dan vind je nu allemaal 120. Volgende oefening, hetzelfde stapje. We gaan 0,12 gedeeld door 0,1. De 0,1 komma hier moet weg, dus we gaan zowel deeltal als deler maal 10 doen. Dan krijg je 1,2, zodat we het maal 10 doen. Gedeeld door, dit ook maal 10, 1. 1,2 gedeeld door 1 is uiteraard 1,2.